Voetganger doodgereden op A1 bij Amersfoort. En metaalwerknemers staken op Utrechts industrieterrein. Goedemiddag. Op de A1 bij Amersfoort Noord is vanochtend vroeg een voetganger doodgereden. De 56-jarige Amersfoorter werd op de snelweg ter hoogte van afslag 13 door een auto geschept. Zijn eigen wagen stond op de vluchtstrook. Het is niet bekend wat de man op de rijbaan deed. Wat we nu weten is dat we hebben inderdaad een auto van het slachtoffer aangetroffen op de vluchtstrook. Het slachtoffer is aangereden, dat weten we ook. Degene die dat heeft gedaan, die is meegegaan naar het bureau voor een verklaring af te leggen. Maar of het nu pech is of dat het met iets anders te maken heeft, dat weten we op dit moment niet en dat zijn we aan het uitzoeken. Na het ongeluk werd de snelweg afgesloten. Dat zorgde voor een lange file op de A1 richting Amersfoort en voor extra drukte op de A27 en A28. Henk Westbroek is onder Utrechters nog steeds de grote favoriet om Aleid Wolfsen op te volgen als burgemeester van Utrecht. Hij is de grote winnaar in een enquête van het AD. Verslaggevers legden afgelopen weekend 8 kandidaten voor aan ruim 7000 voorbijgangers. Ruim een kwart van de ondervraagden koos voor Westbroek. Tweede en derde in de enquête werden Agnes Jongerius en Jan van Zanen, maar ze volgden met grote afstand. 2 weken geleden bleek de zanger en presentator ook al de populairste in een onderzoek van RTV Utrecht. Hij vertelde toen dat hij denkt dat hij niet helemaal kansloos is. Waar 2 honden vechten om een bot, namelijk de PvdA met Jongerius en de VVD met Van Zanen, de derde ermee wegloopt. En daar gok ik dan een heel klein beetje op. Maar in alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik weet dat mijn kansen klein zijn. Er hebben zich officieel 26 kandidaten gemeld voor de opvolging van Aleid Wolfsen. Henk Westbroek mag later deze week op gesprek bij de commissaris van de Koning. Werknemers van metaalbedrijven voeren al een tijd actie voor meer salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Vanochtend was Utrecht aan de beurt. Op Lage Weide legden tientallen lassers en plaatwerkers hun werk neer om zich als staker te registreren. Heel goed dat jullie er zijn. Ook in deze tijden waar het in sommige bedrijven minder gaat. Ik weet dat mensen zich dan zorgen maken over hun baan. Dat ze misschien angst hebben om hier te staan. En toch hebben jullie dat gedaan. Dus ik wil zeggen dat als die cao er komt, dan is het vooral dankzij jullie. Ontzettend bedankt. De werknemers uit de metaalindustrie krijgen de cao maar niet rond. Ze willen betere werkomstandigheden en meer loon. Dus we houden aan het einde van de maand steeds minder over. En de beste manier voor ons bedrijf om dat te regelen is dus gewoon via de cao dat te repareren wat het kabinet van ons afmaakt. Nogmaals ontzettend bedankt mensen van SAP Profiel. Ik wil ze even horen. Fred Balk is materiaalvoorbereider bij een metaalbedrijf. Maar dat niet alleen, hij heeft er een tweede baan bij. Ik begin 's ochtends om 4:15 met opstaan. Dan had ik om 4:30 ga ik de wakkere krant van Nederland halen. En dan ben ik rond 6:15, 6:30 klaar. Dan ga ik mijn hondjes uitlaten. En om 7:30 ga ik naar mijn eigen baas tot 4:00. Die baan bij zijn eigen baas is niet genoeg voor Balk om wat extra's over te houden. Maar zelfs met 2 banen wordt het steeds krapper voor hem. En dus zet hij vandaag zijn actiepet op. Wat is uw naam? Safar. En u bent ook van DEMU? Ja. De vakbonden vinden dat het in deze tijd van crisis geoorloofd is om loonsverhoging te vragen. Binnen de metaalbewerking of de metaal is er wel een groei van 3% ongeveer. Dus er is wel ruimte voor een loonsverhoging. De werkgevers denken dat met loonsverhoging de concurrentiepositie in gevaar komt. Als je gewoon investeert in je mensen, in beloning, maar ook in opleiding enzovoort, zorg je ook voor dat je concurrentiepositie sterk blijft. Balk verdient in de metaalsector €1700 netto. Met zijn baan als krantenbezorger komt daar nog €300 bij. Ja, ik wil wat extra dingen. Wij gaan graag naar de camping. Dus als je wat extra's wil, moet je wat extra's doen. Ja, en anders verkoop je toch gewoon de boot? Of in dit geval de caravan? Voor de vrouw zou dat een ramp zijn. Dus, maar ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren dat dat gaat gebeuren. Dus, maar het zou wel heel erg zijn. Vrijdag staat er een landelijke actiedag gepland. Volgende week is een rustweek. Maar als er dan nog geen overeenstemming is over de cao, gaan de stakingen weer verder. De familie van de man die eind juli werd doodgestoken in de gevangenis in Nieuwegein stelt de gevangenis daarvoor aansprakelijk. Tussen de verdachte van de steekpartij en het 23-jarige slachtoffer waren al spanningen. Volgens de advocaat van de familie was dat bekend en had de gevangenis beide mannen uit elkaar moeten houden. De overvaller die tabakzaak Vroon in Utrecht 5 maanden geleden probeerde te beroven moet een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis als het aan het OM ligt. De 34-jarige man bedreigde het personeel met een steekwapen en deelde een karatentrap uit.
Een medewerker wist hem zonder buit de zaak uit te jagen. Volgens het OM is de man geestesziek, maar weigert hij zich te laten behandelen. Drinkwaterbedrijf Vitens is boos over de plannen van het kabinet om de belasting op leidingwater te verdubbelen. Het Utrechtse bedrijf verwacht dat het gemiddelde huishouden ongeveer 20 euro per jaar meer gaat betalen. Het grootste waterbedrijf van Nederland wilde de watertarieven de komende 2 jaar juist gelijk houden. Hoe voorkom je dat inbrekers je huis binnendringen? Die vraag staat centraal tijdens de week tegen de woninginbraak. Vanaf vandaag zijn overal in de provincie voorlichtingsbijeenkomsten en andere activiteiten. Zo wordt in Utrecht en De Bilt een cursus observeren en signalementen onthouden gegeven. In veel plaatsen gaat de politie de wijken in om mensen te wijzen op openstaande ramen en andere inbraakrisico's. Koken zonder vlees. Voor heel veel mensen best moeilijk, maar deze week kunt u inspiratie opdoen tijdens de Vegetarische Restaurantweek. Tot en met zondag kunnen fijnproevers in verschillende restaurants vegetarisch eten voor een aantrekkelijke prijs. Om chef-koks warm te laten draaien is de wedstrijd Beste Vegetarische Gerecht voor Restaurants uitgeschreven. Uit onze regio doet de keuken van het gastmaal mee. Chef Erik heeft een vegetarische haché gemaakt en gooit hoge ogen bij de jury. Leuk om te appelleren aan een klassiek vleesgerecht. Maar de bereidingen onderling waren ook heel goed gedaan. Dus de knolselderij had echt bite. De rode kool was niet te gaar en had een mooie zuurgraad. Dus de totale balans van het gerecht vond ik erg goed gedaan. Het blijft nog even spannend of Erik uit Utrecht gaat winnen. Dat wordt later vandaag bekendgemaakt. Utrecht krijgt een eigen stadsglossy. Een gratis blad met veel reclame, maar ook met interviews en artikelen over de regio. De meeste andere grote steden hebben al een vergelijkbaar magazine van de uitgever uit Den Haag. Hij denkt dat Utrecht groot genoeg is voor een eigen glossy. Ik wilde echt een blad maken voor een zo breed mogelijke groep. Het moet overal liggen. Elke wachtkamer moet liggen, hotels enzovoort. En voor iedereen moet er iets in staan. Als jij één artikel leest in het blad, ben ik al blij. In het verleden hadden de grote steden allemaal al hun eigen gratis uitgaansmagazine. In Utrecht heette dat NL30, maar de uitgever daarvan ging vorig jaar failliet. Het weer dan nog. Het is een zonnige dag vandaag met hier en daar wat bewolking. Het blijft droog en het waait nauwelijks. Maximum temperatuur vanmiddag 17 graden. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Vannacht is het op veel plaatsen mistig en koelt het af tot ongeveer 8 graden. Tot zover deze uitzending. Om 5 uur zijn we weer met de uitgebreide U vandaag. Graag tot dan. Fijne dag nog.